Wat zijn voor het ministerie van Binnenlandse Zaken nu de uitdagingen bij de verduurzaming van onze gebouwde omgeving? Moet het ook in 2 minuten? We zijn bezig met een hele grote transitie in Nederland. We willen heel Nederland verduurzamen. Er zijn 7 miljoen woningen. Dat is natuurlijk een enorme opgave. Daar zullen we jaren mee bezig zijn. Maar een van de allerbelangrijkste dingen is dat we mensen hebben die dat kunnen. En dat is nu pas eindelijk zichtbaar bij iedereen dat we het onderwijs uitermate nodig hebben. Met name het mbo-onderwijs en het vmbo-onderwijs. Om mee te helpen met het ombouwen van de huizen. En daarom hebben we vandaag een convenant gesloten over klimaattechniek. Zodat de studenten van nu leren te werken met nieuwe technieken. Nou, dat is gewoon beter voor het milieu natuurlijk. En ja, ooit zou het wel een keer moeten gebeuren, dus beter nu dan later. Wat je zal zien is dat het onderwerp klimaattechnologie en duurzaamheid in alle opleidingen een onderdeel gaat krijgen. Dus het is niet een aparte moduletje, het wordt ingebed in het onderwijs. We moeten wel weten hoe we het moeten kunnen installeren en gebruiken. Want dat is wel iets heel nieuws. Er is werk. De banen liggen straks voor opgaven voor deze studenten. Alleen het werk verandert. Andere onderwerpen worden belangrijk. Nieuwe materialen, duurzame manieren van bouwen, zonder CO2-uitstoot. En het is gewoon business en het is gewoon werk. En dat vinden ze gaaf. Ik denk dat het in de toekomst dat heel veel gaat opleveren. Duurzaam. Kortom, niet meer alles zoals vroeger op de automatische piloot, maar innovatief.